Dus wij dachten, het hele huis zit onder de poep. Maar goed, dus ik denk, doe de cv-kril lang en pas. Eerste kerst, hè? So excited! Wij maken even een wandeling. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Goedemorgen, jongens. Ik dacht serieus eerst, ik ga niet vloggen. Laat maar, ik ga het ook niet doen. Want onze kerstmis is, wil je er niet op? Nee. Ik wil dat je het een anoniem verhaal vertelt. Oké, ik ga een anoniem verhaal vertellen. Waar zal ik beginnen? Bij onze nachtelijke avontuur? Ach ja, de aroma's die Wij komen dus gisteren thuis van de vakantie, doen de deur open. Het stinkt, jongen, echt. Niet te doen. Maar het was een soort van mengsel van de schoonmaak, want Tidekos. Nee, het was gewoon volledige, ik heb net in pers gepoepte. Het rook echt gestapt. Naar poep. Dus wij dachten, het hele huis zit onder de poep. Dus wij overal zoeken naar kattenpoep, nergens te vinden. Nou. Het zal wel. Dus even later op de avond springt Maukie bij me op schoot en laat een windje. Nou, jongen. Die geur, ik kan niet eens uitleggen. Vannacht ging ze dus kennelijk op de kattenbak. Ja. En ja, ik werd wakker van haar geschraap van de kattenbak en daarna... Sven die slaapt dus op zolder. Ik slaap bij Olivia. En ik moest naar de wc. En ik doe de wc op de deur open, toen rook ik het al. Ik dacht, oh man, maar goed, deur dicht, dacht ik. Rent Maukie de slaapkamer in. En als ik op de een of andere manier sleepte zij die geur met haar mee. Nou, echt, ik kon niet meer slapen. Ik ben aan het andere eind van het bed gaan liggen. Ik heb parfum op mijn arm gespoten. En zo moest ik gaan ruiken, want anders trok ik het niet. Nee, maar het was echt niet normaal. Ik ben ook echt inderdaad gewoon door de lucht, denk ik wel... Een uur wakker geweest. Ja, ik ben echt wel 2 uur wakker geweest. Niet overdreven. Maar goed. Toen werden we dus vanmorgen wakker. En gisteravond werd de verwarming al niet warm. Nee. Dus Sven die dacht... Ik dacht ik moet de cv-ketel even gaan bijvullen. Nou, dat moest ook, want hij stond op 1. Ja. En hij moet minimaal 2 staan. Nou, ik heb geen idee, maar oké. Okay. Dus ik denk, dat ga ik doen, maar ik ben echt... Nou, 2 linkerhanden. Nou, dat is niet waar als ik het weet. Maar ik heb gewoon geen idee over dat soort dingen. Ja. En ik heb ook echt crappy gereedschap. En het ging allemaal op zijn bokkenbouw. En je doet het dan even snel. Het ging ook echt op zijn buurman en buurmans. Maar ik dacht, top, ik heb het gefixt. Maar toen had ik de cv-ketel dus blijkbaar uitstaan. Dus toen werd de kraan niet warm. Toen dacht ik, oh man. Maar dan raak ik echt volledig in paniek. Ik denk dan echt, ik heb het hele huis opgeblazen en alles is kak en het is nooit meer te herstellen. En ik word dan zo kwaad op mezelf, echt niet te filmen. Maar goed, dus ik denk, doe de cv-kril lang en pas. Een lading water. Nou, dan ben je bij mij echt aan het verkeerde adres. Oh, dat is echt een gigantische lekkage uit die leiding. En ik lag met een huilende Olivia op bed. Ja. En Marloes dacht dat het een goed idee was om te komen kijken. Ja, ik vroeg, moet ik komen? Ja, zei je. Ja, ik wist het ook niet. Als je had gezegd, wil je 200 miljoen, had ik waarschijnlijk nee gezegd. Maar goed, het is nu 9:15 op eerste kerstdag, 's ochtends. Super. Om 11:30 is de hele familie hier. Mijn ouders komen nu al. Oh ja, want ik ben nog steeds een moederskindje die je papa zult nodig heeft. Zij heeft gelijk. Maar ik zei ook, anders moet je je vader bellen. Ja, want jij kent toch niks. Nee, maar jouw vader is net handig. Ja. Dus Sven heeft letterlijk zijn vader gebeld om 8:00 ochtends op eerste kerstdag. Ja, maar dat vindt mijn moeder alleen maar leuk. Ja, dus Sven's ouders komen nu al hierheen. Maar ik heb het nu soort van, oké. Okay. Het lijkt nu druppend. Ja. We drijven niet meer weg. Oh man, oh man. En Olivia slaapt. En wij hebben, nou ja. Geen zin. Geen zin meer in kerst. Oh ja, jij bent ook nog hartstikke misselijk. En ik heb zo'n buikpijn, jongens. Echt. Maar goed. We gaan het zien wat vandaag brengt. Maar fijne kerst. Nou, die jullie hebben al kerst gehad in ieder geval. Ja, ik hoop dat jullie kerst leuker begonnen dan onder. Maar eigenlijk zouden we dus de dierenarts willen bellen.
En de... CV-monteur. CV-monteur, maar ja, het is eerste kerstdag. We gaan het zien. Echt zeldzaam dat dat altijd... Het gebeurt bij ons vaak hoor, op dagen dat je denkt, dit is niet handig. Ja. Echt bizar. Ja. Ook toen met mijn blaasontsteking in het weekend tijdens de zwangerschap. Ja. Ja, en nog iets, dat ik dacht van jongen, nog wat. We houden jullie up-to-date. Hallo. Gaat het beter? Ja, ik heb in ieder geval mijn kerst nu aan, mijn make-up zit erop. Nu nog je haar. Nu nog mijn haar, maar het is zoals het is. En jij, Mupske? Ben je happy? Ik heb zin in. Yep. Ik heb de kersttrui. Oh, Mupske heeft ook een kersttrui aan. Ik heb nog niet eens gefilmd. Komt straks wel. Eerste kerst, hè? So excited! Zo, dit is wel echt een hele dikke close. In onze Stinky. Hi Stinky. En onze open haard. Nou, iedereen is alweer lang en breed weg. Ik heb helemaal niet gevlogd. Mijn kersttrui was deze. En mijn familieleden zijn al kersttruiloos weer. Het was een beetje warm. En Olivia die heeft echt haar hand gevonden. Ja, handje aan het opeten. Zit lekker hè? Ze heeft net gegeten. Maar ze zit gewoon non-stop met alles in haar mond. Goed, wij gaan nu ook lekker een beetje restjes eten. Ik heb een stuk stokbrood, wat eigenlijk veel te veel is voor mij. We hebben nog wat ragout, we hebben nog rauwkost en wat dips. En nou, we gaan gewoon lekker restjes eten. Het was heel gezellig, maar voor Olivia een beetje veel. Dus we zijn niet al te lang gebleven. En ik heb ook nog even licht chillen. Was heel lief voor mij, wou ik zeggen. Maar toen was mijn SD-kaart vol. Dus die heeft me lekker even naar boven gestuurd om te slapen. Want ik had wat hoofdpijn en wat buikpijn. Maar nu is alles weer helemaal goed. Goedemorgen. Het is tweede kerstdag. Kijk even bij Olivia, die ligt te werken. Nou, het valt mee. Het is tweede kerstdag, 8:00 ochtends. Ik zet jullie even hier neer. Olivia, oh, dat is niet zo'n mooi beeld met de kraan. Maar Olivia was om 6:00, begon ze een beetje wakker te worden. En toen begon ze een beetje te wurmen. En om 7:00 heb ik haar gevoed. Dus dat was prima. Eigenlijk echt heel lekker geslapen. En nu, Sven die had een nachtmerrie. Die slaapt nog steeds op zolder. Omdat hij gewoon wakker wordt van elk kikje van Olivia. Dus die kwam vanmorgen rond 7:00 of zo bij ons. Misschien iets later. Maar die had heel slecht geslapen. Die had een nachtmerrie gehad. En daarna begon Mauki te spoken. Mauki stinkt gelukkig veel minder. Ik heb jullie nog niet eens meer geüpdate. Aan de hand van gisterochtend. Maar ik weet niet wat ze had. Maar echt, ze was echt verrot van binnen ongeveer. Het stonk zo erg in ons hele huis. Maar nu is het echt zo goed als weg. En ja, ik denk dat ze wat verkeers gegeten had of zo. Ik weet het niet. Maar ja, het was echt haar poep zo, die zo stonk. De ketel is ook een beetje opgelost. Misschien lekt hij nog een heel klein beetje. Maar er staat een emmer onder. En dit kunnen we makkelijk uitzingen tot morgen. Totdat we iemand kunnen bellen daarvoor. Dus alles is goed. Olivia ligt dus weer een dutje te doen. Die heb ik om 6:30 gevoed. Toen is ze even een uurtje wakker geweest. En dan wordt ze altijd weer heel snel moe 's ochtends. Dus die ligt lekker te slapen. En ik heb Sven ook voor een dutje gestuurd. Dus ik ben nu lekker in mijn eentje beneden. Ik ga een kop thee zetten. Echt nog zo blij elke dag met die koeker trouwens. Hij zat al in, in het huis. Dus we hebben hem zelf niet gekocht. Maar... ik vind het echt geweldig. Zo, ik ga voor een rooibos theetje vandaag. Heerlijk. En dan ga ik lekker chillen. Ik hoop dat zowel Sven als Olivia lekker nog even kan slapen. Ik voel me echt heel uitgerust. Minder buikpijn, minder hoofdpijn dan gisteren. Of buikpijn is eigenlijk helemaal weg. En hoofdpijn nog maar een heel klein beetje. Maar ik verwacht dat dat na een kop thee wel weggaat. Dus... I'm all good. Vandaag gaan we lekker ontspannen. We hebben expres even een rustdag ingepland. En dan morgen gaan we kerst vieren. Dan is het dus de dag na kerst. Maar dat maakt ons allemaal helemaal niet uit. Morgen gaan we dan met mijn familie kerst vieren. Maar dan konden
kon Olivia eventjes een beetje bijkomen van alles. Dus dat gaan we vandaag doen. Gewoon lekker chillen met z'n drietjes en Maukie. Zo, dit is toch heerlijk. Poes op mijn schoot die niet meer stinkt. En een kerstfilm aan het kijken op tv. Top. Er is er één wakker hoor en gelijk mijn baby weg. Dat is ook een beetje mijn baby. Ja, dat is waar. Je hebt er ook één. Ik heb er ook één, ja. Kijk deze. Ik ben blij dat ze nu niet meer stinkt, anders had ze niet zo mogen liggen. Echt, zo, tijd voor ontbijt. Terwijl deze twee nog steeds liggen te krullen. Ik heb kwark met banaan en nootjes en kaneel. Wij maken even een wandeling. Stop bij Sven in, want het is echt best wel koud en mijn jas kan er niet dicht, maar Sven zelfs wel, dus ze zit helemaal erin met een nieuwe muts. Die heb ik nog helemaal niet laten zien, die hebben we er voor kerst gegeven, maar dat zal ik straks even goed laten zien. We zijn weer thuis. Stinky, stinky, stink. Hi, Stinky. Oeh, lag jij zo lekker te slapen? Hallo. Hallo. Het is hier wel warm. Ja. Mijn bril beslaat instant. Ja. Misschien was het buiten koud. Olivia is ook wakker. Oh, kijk naar muts. Nu kunnen jullie het goed zien. Die heb ik zelf besteld. Niet gesponsord dus bij Teddy en Beer. Deze muts kan, hallo, kan van newborn. Nou, volgens mij is die allemaal heel groot. Maar Olivia zit die prima. Zij is 3 maanden tot 10 jaar. Hij dekt echt gigantisch. Kijk, Olivia heeft nu echt oog voor de, hoe noem je dat? Baby Jim. Ik vind het nu echt prachtig. Die heb ik trouwens gekregen van Ukkepuk. Ik zet het wel eventjes hier erbij. Er slaat er eentje lekker verder. En Sven heeft boodschappen gedaan. En nu heeft hij lunch voor mij gemaakt. Stokbrood. Op de ene helft zit huttekees en avocado. En op de andere helft wat over is van gisteren. Heksenkaas, kruidenboter en eiersalade. Wat ga jij doen? Ik ga zadel spread en avocado en kip. Oh, lekker. En dan zeg. Misschien nog een eiersalade. Wauw, lekker hoor. Ga je kip bakken? Ja. Oh, wauw. Mag jij ook? Nee, dat hoeft niet. Dat hoef ik niet. Maar ik ben niet van jou gewend dat je zo'n uitgebreide lunch maakt. Ja, maar ja, goed. Je moet wat hebben. En we bedachten ons ineens dat we nog die koeken hadden van Koekenmannetje. En we waren heel erg bang dat ze niet meer goed waren. Maar ze zijn nog steeds echt super lekker. Dus echt. Top. Nou, we hebben de hele middag lekker gechilled. Helemaal niks gedaan verder. Toch en nu. Al een kilometer of wat heen en weer gelopen. Ja, maar dat heb ik al gevlogd, dat weten ze al. Ja, maar ik wil heen en weer in de kamer. Oh, heen en weer in de kamer, ja. Ja, want deze meid wil af en toe dingen niet. Hè? Ja, kan je lachen? Kan je lachen? Vinden wij helemaal niet grappig. Nu gaan we lekker eten. En uiteraard eten wij wraps. Zelfs met kerst. Dit is onze tweede kerstdag. Maal. En een lekker drankje erbij. Ja, precies. Lekker watertje. De meeste mensen zitten nu aan een konijn met wijn of zo. Konijn met wijn. Konijn met wijn. Een konijn met wijn. En wij hebben wraps met water. Lekker hoor. En maar Olivia. Maar er is straks cola met... Ja, cherry cola. Cherry cola. En Olivia heeft haar hand. Nou, beter kerstdiner kan je niet hebben. Wat wil je luisteren? Volks? Volks? Ja, Volks. Vind je dat leuk? Ik weet het niet. Ik wil even kijken. Klinkt niet leuk, maar wat bedoel je daarmee? Volks? Ah, gewoon Volks. Dat is toch leuk? Ik vind je volksmuziek niet leuk. Maar dat, dan denk ik echt aan van die Amsterdamse...
Nee, dan denk je toch meer aan van die ballads van Ierland. Oh, ja. Zo bedoel je? Ja. Oké, nou, dat gaan we doen. Ik zal even mijn liedjes opzetten, want die moet ik uit mijn hoofd weer leren. Welke liedjes? Down by the River to Pray. Oh, die ga je Olivia zingen. Olivia heeft er al zin in. Zo, dat waren onze eerste en tweede kerstdag en Olivia's eerste kerst. Ik vond het echt zo bijzonder, ook omdat het dus Olivia's eerste kerst was. En ook om te zien hoe Olivia's grote neven op haar reageerden, dat vond ik zo leuk. Ja, dat was echt superleuk, ja. Dat ze haar zo lief voor haar waren en ja. Olivia mocht het eerste cadeautje en nou, zo leuk. Ja, dat was echt heel leuk. Ja, ik zal... Zeker weten, ik heb echt heerlijk genoten. Ik ook. Ik zal, of zullen we nu onze kerstcadeaus maar even laten zien? Nee, dat ga ik de volgende keer, of in de volgende vlog doen. Want dan hebben we ook kerst gevierd met mijn familie. Want dat doen we namelijk pas maandag, dus de dag na kerst. Maar dit was al geweldig. Ik vond het ook fijn dat we even een rustdag. Ik vond het ook heel leuk, ja. Ja, even gewoon echt een chill dag, tweede kerstdag. En het was ook goed voor Olivia, denk ik. Denk het ook. Maar vond jij het leuk? Ja, ik vond het echt super gezellig. Mooi. We hebben echt genoten. Gelukkig zijn al onze problemen weer opgelost. Ja, man. Malky stinkt nog wel een beetje. Een beetje. Maar niet in verhouding tot hoe het was. Nee. En de cv-ketel, moet je daar nog iemand voor bellen? Ja. Ja? Oké. Okay. Ik wil dit maar voor de zekerheid doen. Ja. Lijkt me verstandig. Maar goed, alles is dus opgelost. Dus het was niet zo dramatisch als dat het leek. Het voelde wel kerst. Ja, het voelde wel zo. Goed. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot in de volgende vlog. En dan ga ik dus ook onze kerstcadeautjes laten zien. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie een leuke kerst hebben gehad. Laat even weten hieronder. En heel graag tot in de volgende. Doei doei!